Dames en heren, het is 7 uur. Ik open hierbij de vergadering van de Raad. Ik heet u allen van harte welkom. Raadsleden, thuis, wethouders in dit gebouw voor een groot gedeelte. En u allen die meekijkt via onze livestreaming. Het is weer een digitale raadsvergadering. Noodzakelijk vanwege het coronavirus. Kort en zakelijk. En we hopen een hele goede vergadering te hebben. Deze vergadering wordt gevolgd door een vergadering van de O-ronde die van start gaat om 8:30. Mededelingen. Ik heb een bericht van verhindering van de heer Kloekhorst, mevrouw Kloekhorst, de heer Bakhuis en de heer Bakker. Andere leden van de Raad die zijn aanwezig en voor zover dat niet het geval is, zullen die zo inloggen. De actuele vragenronde, er zijn geen vragen gesteld. Dan de vaststelling van de agenda. En het zou kunnen zijn dat er een vraag komt om punt 7, Sietsenhof, om die te promoveren tot hamerstuk. Ik kijk even of dat het geval is. Ik dacht dat het verzoek zou komen van zijde van de CDA-fractie. Klopt, voorzitter. We kunnen het wat ons betreft een hamerstuk agenderen. Mevrouw Ruskenak wel. Ik kijk of iedereen daarin stemt. Ik zie knikken van dezegene. Dus dan wordt dit een hamerstuk. Spreekrecht bij de agendapunten. Daar is geen gebruik van gemaakt. Niemand heeft zich aangemeld. En dan volgens de besluitlijst van de vergadering van 26 mei. Die is ook geaccordeerd. Dus dan brengt ons dat bij het eerste bespreekstuk. Het enige bespreekstuk. Namelijk de nadere onderbouwing, besluit tot afwijzing, aanvraag, vaststelling. Bestemmingsplan bij betrekking tot de vestiging van een supermarkt op het Mercatorterrein te Deemsvaart. Een hele mond vol. En ik kijk even wie ik daarover het woord kan geven. Of er handjes de lucht in gaan. Ik zie de heer Rodemond. De heer Boshoven. De heer Stelpstra. Even kijken, de heer Rossen. Even kijken. De heer Wieten, de heer Schuurman, de heer Duiken. De heer Wieten. En eens kijken, nog meer? Wie nog meer? Ja, net de heer Schuurman. Klopt. De heer Schuurman, ja. Klopt. Dus even wennen met al die gezichtjes, al die postzegeltjes. Dus even kijken of ik iedereen gehad heb. Nee, dat valt vast niet. De VVD-fractie. Even kijken, waar zit u? De heer Gelling, klopt dat? Ja, ik zie vinger omhoog. Ben ik zo compleet? Anders hoor ik het wel. Ik wil beginnen met de heer Rodemond. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik probeer mij te beperken tot het raadsvoorstel en de stukken die daar aanhangig aan zijn. En daarop ook mijn inbreng gebaseerd. Ik begin even bij het stuk, het verweer van deze gemeente zelf. En op pagina 9 lees ik in feite een stuk waarvan ik zeg dat past wel redelijk bij de lijn die D66 de afgelopen jaren op dit onderwerp heeft proberen te volgen. Te weten het thema noodzakelijkheid van het hele verhaal. In het stuk waar ik naar refereer staat het streven naar behoud en versterking van winkel- en centrumgebieden en specifiek het behoud van de leefbaarheid in Dedemsvaart. En in feite is dat de koers die wij al jarenlang hebben geprobeerd te varen vanuit onze redenatie dat juist het vraagstuk rondom de Aldi een goed vraagstuk was. Dat wil zeggen de verhuizing naar het Mercatorterrein. En juist daarop probeert de gemeente nu een verweer te weven. Daarbij zegt de Raad van State dat er in feite 2 wegen zijn te bewandelen in hun voorlopige uitspraak. Ofwel het aanleveren van specifieke gegevens op basis waarvan het vraagstuk, de vraag van Aldi niet met een positief antwoord kan beantwoord worden. Of meewerken aan, tussen haakjes, een andere planregeling. Samen met zowel Binnenstad als de Aldi. Ik heb begrepen, gezien het punt waar we nu op staan, dat het meewerken aan een andere planregeling voorlopig niet aan de orde is. Maar als we dan kijken naar wat er aangeleverd wordt, die specifieke gegevens, daar mis ik toch behoorlijk de onderbouwing van het college en van het bestuur. En daarmee denk ik eerlijk gezegd dat dit niet voldoende is om de gang naar de Raad van State succesvol af te ronden. En ik ben eerlijk gezegd een klein beetje benieuwd naar de zienswijze op dit moment van het college op dit punt. Tot zover. Dank u wel. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Beperkend tot het raadsvoorstel, zoals de heer Rodemond aangaf. Ja, bij de oritaire ronde zijn natuurlijk al veel vragen gesteld en sprekers hebben hun kans gehad om hun zienswijze voor het voetlicht te brengen. En als wij dan kijken naar wat we allemaal willen, hè? Leefbaarheid, beleving, aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Of je er nou in staat dat u wel naar Mercator moet of niet, dat is wel allemaal waar we voor staan, lijkt me. Kun je daar natuurlijk heel verschillend naar kijken. Ik ga niet de vragen van de O-ronde over doen. Dat lijkt me weinig constructief. Dus dan blijft er eigenlijk alleen de vraag over of wij vinden dat deze nadere onderbouwing, hè, die hier ligt, solide genoeg is, waarvan wij zeggen, daar kun je mee naar de Raad van State stappen. En de heer Rodemond die legt er een aantal dingen uit. In de O-ronde zijn er ook een aantal dingen uitgelicht, waarvan wij ernstige twijfels hebben of dat solide genoeg is. Aan de andere kant denken we ook onderaan de streep, vinden het echt jammer dat deze kwestie al zo lang voortsleept. We vinden het jammer dat er geen onderlinge oplossing voor te vinden is. Dat hadden we liever anders gezien. En dat er dan een uitspraak van de Raad van State moet komen, ja, dat zal dan maar zo moeten zijn. Maar dat hadden we wel liever anders gezien, voorzitter. En laat ik het daar dan bij houden. Dank u wel. Van zijde van de ChristenUnie niet de heer Zijlstra, maar de heer Odink. En u het woord. Even kijken, waar bent u? Ja, u zit in beeld. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 26 februari jongsleden heeft de afdelingsbestuursuitspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan met betrekking tot het besluit om een aanvraag op het bestemmingsplan vast te stellen die de vestiging van een supermarkt op het Mercatorterrein in Dedemsvaart mogelijk maakt, af te wijzen. En er diende een nadere onderbouwing plaats te vinden op de basis van de dienstenrichtlijn. De afdeling heeft in die tussenuitspraak onder meer geoordeeld dat uw raad zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat op grond van de detail- en de structuurvisie geen medewerking kan worden verleend voor de vestiging van een niet volumineuze detailhandel buiten het overgebied op het Mercatorterrein. Ook is de huidige situatie, noem het een nijpende situatie, waarin de Aldi zich nu bevindt, op de huidige locatie volgens de afdeling geen reden om af te wijken van dit beleid. Voorzitter, daarmee is duidelijk geworden dat de gemeente Hardenberg met het non-discriminatie en noodzakelijkheid consequent en goed onderbouwd beleid heeft gevoerd. Nou, voor de praktijk is het nu met name de evenredigheidstoets van belang. Kort gezegd, aan de hand van een kwantitatief onderzoek moet worden aangetoond dat de beperkingen in het bestemmingsplan daadwerkelijk bijdragen aan beleidsdoelen, zoals het realiseren van een vitaal en compact winkelgebied. En met het eerder vastgestelde detailhandelsbeleid heeft deze raad gestreefd naar de volgende doelen: het behoud en de versterking van het winkel- en centrumgebied in de gemeente in het algemeen en het behoud van de leefbaarheid van het centrumgebied van Dedemsvaart in het bijzonder. En daarmee hebben wij bedoeld als raad het voorkomen van leegstand, het behoud van voldoende aantrekkingskracht en vitaliteit van het centrumgebied. En meer specifiek in het consultatiegebied van Dedemsvaart. En als ChristenUnie-fractie staan wij unaniem achter de destijds ingezette en met ruime, door de raad met meerderheid aangenomen detailhandelsstructuurvisie. En in het verlengde daarvan zijn we daarom ook van harte eens met dit rapport. De nadere motivering, weigingsbesluit, al die Dedemsvaart Mercatorterrein. Voorzitter, daarmee hopen we dat er snel een uitspraak mag komen die uiteindelijk ook duidelijkheid gaat bieden voor alle stakeholders. Voorzitter, dan kunnen we verder. Dat lijkt mij een hele heldere conclusie. Ik kom bij de heer Rossen van het CDA, nu het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Nadat we elkaar vorige week dinsdag gezien hebben, is het wat lastig om weer naar Zoom terug te gaan. Dus maar hoe snel je weer verwend wordt door elkaar even echt in de ogen te kunnen kijken. Ja. Voorzitter, ik ga het betoog van het CU niet overdoen. Ook mijn fractie beperkt zich tot het raadsvoorstel. We hebben kennis genomen van de tussenuitspraak. En waar we vanavond over moeten besluiten is of dit rapport vastgesteld kan worden ter verzending aan de Raad van State. De Raad van State heeft de gemeenteraad in staat gesteld, in de gelegenheid gesteld, om beter te motiveren waarom het niet goed is voor het winkelcentrum van Dedemsvaart om al die te verplaatsen. We hebben wel gemerkt tijdens de voorbereiding dat het wel of niet verplaatsen van de Aldi een onderwerp is dat leeft bij de ondernemers in Dedemsvaart. En dat blijkt ook uit de inspraakreacties die we vorige keer hebben mogen horen tijdens de openherende vergadering. En voorzitter, tijdens de voorbereiding valt op dat het helaas inderdaad een langdurig proces is geworden. Een proces bovendien waarbij de verhoudingen wat zijn verstoord. En dat is jammer. Om die reden breekt de CDA-fractie, zodra de rechter uitspraak heeft gedaan, dan ook een lans voor een goede evaluatie om te kijken wat er te leren valt. En verzoekt de fractie van het CDA de portefeuillehouder om, nogmaals na de uitspraak, met de directie van de Aldi om tafel te gaan om de mogelijkheden te verkennen die er wel zijn. Voorzitter, het verdient de aanbeveling om tijdens deze verkenning ook inwoners en ondernemers te betrekken. Inmiddels heeft mijn fractie al behoorlijk wat ideeën ontvangen, creatieve ideeën van ondernemers. En die stellen we graag beschikbaar aan de portefeuillehouder. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Rossen, ik kom bij de heer Wiet van de PvdA. Jawel, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, volgens de Partij van de Arbeid-fractie moet de discussie niet gaan over de verhuizing van Aldi naar het Mercatorterrein, maar over het wel of niet willen wijzigen van de bestemmingsnaam van het Mercatorterrein naar de detailhandel. Tijdens de oriënterende ronde van 29 mei jongstleden hebben de wethouder Breukeman en Jolande Nadding van de Dedemsvaart de Middenstand Centrale, de DMC, dit standpunt nogmaals perfect verwoord. Een goed functionerend winkelgebied zorgt voor een goed boodschappendorp. Winkels geven Dedemsvaart haar gezicht. De sociale functie van winkels wordt nog te vaak onderschat. Terwijl een goed functionerend compact winkelgebied zorgt voor een hoge belevenswaarde voor de inwoners en de bezoekers. Dat hebben we al een paar keer voorbij horen komen vanavond, voorzitter. De Partij van de Arbeid-fractie is nog steeds van mening dat het Mercatorterrein niet de bestemmingsdetailhandel moet krijgen, omdat er anders meer winkels, althans de vrees bestaat, dat er meer winkels vanuit ons centrum zullen vertrekken naar het Mercatorterrein, met alle gevolgen van dien voor het winkelcentrum. De belevingswaarde voor inwoners en bezoekers en de leefbaarheid van Dedemsvaart. Dus wij stemmen in met dit voorstel. Dank je wel. Ik zie ondertussen dat de heer Rodemond een vraag heeft. Hij heeft het blauwe handje omhoog gestoken, het witte handje in de blauwe vlak. De heer Rodemond, nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik had een vraag aan ChristenUnie, de heer Odink. Ik heb inmiddels ook een vraag aan de heer Wiet, als ik zo vrij mag zijn. Ik begin met de vraag aan de heer Odink. Ik heb begrepen dat de ChristenUnie van mening is dat het stuk wat nu voor ons ligt past bij de lijn die we hebben ingezet rondom de detailhandelstructuurvisie. En dat is nou, denk ik, precies datgene wat de Raad van State heeft beoordeeld. Als ik zo vrij mag zijn om een interpretatie daarop los te laten, zou je kunnen zeggen dat soms ontwikkelingen in een centrum of net daarbuiten niet passen. Dat is eigenlijk de casus die Aldi voor heeft gebracht. En dan moet je de afwegingen kunnen maken. En zover ik het heb kunnen lezen, is het zo dat de Raad van State heeft gezegd dat die afwegingen op dit moment, althans niet goed gemaakt kunnen worden, anders dan bij een soort van onderbuikgevoel. We denken dat het negatieve gevolgen zou kunnen hebben als we de Aldi toestaan om zich elders dan in het centrum te vestigen. Daarbij dus de vraag aan de heer Odink, hoe verhoudt zich dat met het behoud van vrijheid van ondernemen? En hoe ziet de heer Odink het vraagstuk rondom de Aldi, als we het hebben over hun wil ook om onder voorbehoud van de detailhandelsstructuurvisie het een en ander mogelijk te maken, ook buiten het centrum. Nogmaals, dit gaat dan onder voorbehoud van die visie juist om de leefbaarheid en de ondernemerszin in Dedemsvaart te behouden. Dat zijn de vragen aan de heer Odink. Kan ik meteen door, voorzitter, naar de heer Wiet? Die geeft het woord aan de heer Odink en aan de heer Wiet. Akkoord. Aan de heer Wiet de vraag... Het mag ook best wat punten gevraagd zijn, hoor, wat mij betreft. Sorry? Het mag ook best wat punten gevraagd zijn. Ja, akkoord, sorry. Ik was wat uit breedsprakig, excuses. U zegt dat het niet gaat over de Aldi, maar dat het gaat over een bestemmingsplan op het Mercatorterrein aangaande detailhandel. U bent het dus niet eens, meneer Wiet, met het standpunt van de Raad van State dat het juist gaat over de Aldi in samenhang met de detailhandelsstructuurvisie. De heer Odink en daarna de heer Wiet. Meneer Odink, nu het woord. U moet even unmuten. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat even bovenin die knop te unmuten, maar dat moet onderin. Dus... even als reactie. Ik had het idee dat D66 op Twitter al vragen stelde. Ik denk dat het vrijheid van handelen dat een groot goed is. Maar het is ook een groot goed, zeg maar, om daar ook met elkaar en passend binnen het detailhandel structuurvisiebeleid met elkaar daarmee rekening te houden. Nou, en op het moment dat je, zeg maar, met elkaar een beleids- of een detailhandel structuurvisie vaststelt, is er ook een Raad van State die, zeg maar, dat kan gaan toetsen, daar waar er sprake is van mogelijk discriminatie of geen evenredigheidsbeginsel. Anderzijds, als ik kijk naar de plannen die, zeg maar, de Aldi had rondom de Mercatorterrein, dan zouden ze daar ook als enige discounter willen vestigen. En daarmee kom je ook weer in tegenspraak met wat, zeg maar, de dienstenrichtlijn juist aangeeft, is niet het non-discriminatie gebeuren. Hè? Dus daarmee discrimineer je feitelijk wel als die Aldi zich daar een solitaire vestigingsplaats toekent, maar daarmee anderen wil uitsluiten. En daarmee begeven we ons, denk ik, op een helder vlak als we op een gegeven moment dat gaan toestaan. En dat afgezet tegen het beleid wat we over de afgelopen jaren consequent hebben gevoerd, staan wij wel achter dit beleidsvoornemen en ook via deze aanvullende uitleg naar de Raad van State. Dank u wel. Meneer Wiet, uw reactie op de vraag van de heer Rodemond. Jawel, dank u wel, voorzitter. Even kijken, als antwoord op de vraag van de heer Rodemond. Wij gaan nu uit van het rapport wat er voor ligt. Wij zijn nog steeds, totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan, zijn we nog steeds van mening als Partij van de Arbeid-fractie dat de discussie moet gaan over de verhuizing, niet moet gaan over de verhuizing van de Aldi. Goed, de Raad van State heeft om aanvulling gevraagd. Dat is nu gegeven door een rapport. Daar moeten we nu mee akkoord gaan. En dan... dan ligt het aan de Raad van State of de Raad van State daarmee akkoord gaat. Maar wat de Partij van de Arbeid-fractie betreft, zijn wij dus wel daar akkoord mee. Dank u wel. Ik kom bij de heer Schuurman. Hij heeft zich gemeld in de eerste termijn. Meneer Schuurman, nu het woord. U moet eventjes unmuten, zoals het zo mooi heet. Nou, zal het beter gaan, denk ik. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn ook eigenlijk van overtuigd als fractie dat de onderbouwing in dit rapport niet voldoende zal zijn voor de Raad van State. Wij hadden hier toch wat meer detail in verwacht. Het is ook al door de andere partijen gezegd, onder andere D66, wij missen hier toch een bepaalde grondslag in dat de Raad van State zal zeggen van wij gaan niet meer akkoord. Tot zover. Dank u wel. Dan kom ik bij de heer... Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Dat mag. Moet ik even kijken waar u zit. De Wiet. Ja, de vraag is aan de heer Schuurman. Hij zegt dat hij graag meer details had gezien. Kunt u dat ook specificeren wat hij daarmee bedoelt? Wat mist hij in het rapport nu? De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ik onder andere mis in het rapport, dat is hier wordt gesproken over een nieuwe vestiging. Het is geen nieuwe vestiging van een supermarkt. Het is een verplaatsing. En allemaal dat soort kleine oneffenheden in het rapport. Denk ik dat het niet goed in elkaar zit. Oké, nou, duidelijk. Dank je. Ik kom bij de heer Gelling. De heer Gelling, u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat anders dan gemiddeld zo vanuit de huiskamer merk je dat er al snel een discussie ontstaat alvorens de hele ronde gemaakt is. Maar dat geeft wel echt ook aan hoe zwaar beleefd dit dossier eigenlijk is. Het is en zelfs dat lukt met Zoom. Ja. Nee, maar goed, en tot nu toe gaat het goed. Maar het geeft wel aan, voorzitter, dat dit dossier toch echt een lang dossier is. En lange dossiers hebben al snel de eigenschap om ook wat gevoelig, zo niet te gevoelig te worden. En dus wellicht aan mij als laatste om er toch een bepaald perspectief aan te geven met uw instemming. Want voorzitter, de VVD-fractie heeft wel duidelijk gezien onder het vorige college dat daar niet echt een beweging zou komen naar een oplossing in dit dossier. En daarom hadden wij eigenlijk wel gehoopt bij het aantreden van een nieuwe portefeuillehouder op een frisse blik. En in ieder geval op een oplossing in dit dossier buiten de rechtszaal. Om te komen tot eigenlijk wel energie en ontwikkeling weer in Delensvaart. In het bijzonder in de Julianenstraat. Want die kan dat naar onze bescheiden mening wel gebruiken. Maar voorzitter, tot nu toe is dat eigenlijk niet gebeurd. Hè? Deze wethouder blijft ook echt vasthouden aan ingenomen posities. En verwijst zelfs in de O-ronde. Sloeg mij om de oren, zou ik bijna willen zeggen. Met een motie van de VVD uit 2007, voorzitter. Ter zake het Mercatorterrein, waarbij opgemerkt dat de wethouder toen overigens nog net 15 was. En je zou toch hopen dat hij toen wat andere dingen aan zijn hoofd had dan het dossier al die Mercator te volgen. Maar kennelijk al vroeg geïnteresseerd in politiek-lokale verhoudingen. En dat geeft ongeveer aan hoe de zaken ervoor staan, voorzitter. Interessant voor ons is dat die motie natuurlijk niet aangenomen is. Dat gebeurt vaker bij VVD-moties. Maar de inhoud van de motie was dat de VVD bepleitte om het Mercatorterrein niet als bedrijventerrein te gebruiken, omdat het immers, naar de mening van de VVD in 2007, zo'n lieflijk natuurgebied was. Nou voorzitter, ik zei het al, deze motie heeft het niet gehaald. Maar wat aardig is, is dat er onbedoeld ondertussen wel uitvoering aan gegeven is, want het Mercatorterrein is 13 jaar na deze motie nog steeds een lieflijk natuurterrein. Er is nog niets gebeurd. Ondertussen is er dan wel een doelredenering die wat ons betreft plaatsvindt. Hè? En je ziet dat in de afgelopen jaren ongeveer alles op het Mercatorterrein zou kunnen, als het maar geen alweer is. Daarvoor wordt veel gedaan, mensen zelfs gemobiliseerd, waaronder ook de DMC. En wat ik heel aardig vond, is dat de voorzitter van de DMC tijdens haar inspraak aangaf dat het wat haar betreft ook prima was als de Aldi zou vertrekken uit Delensvaart, want immers dan zou de markt wel zorgen voor een nieuwe supermarkt. Dat is eigenlijk interessant, voorzitter, want dat geeft ook tegelijk dan de prangende vraag in dit dossier, die al 13 jaar speelt, maar waar zou de supermarkt zich dan moeten vestigen? Ja, want dat is waar het hier om gaat. Het terrein van de Aldi, dat gaat vast niet lukken. Dat is eigendom van de Aldi. In het kernwinkelgebied kan het niet meer. Hè, want daar zijn we het al over eens, daar is geen locatie voorhanden. En zoals het er nu voor staat, het Mercatorterrein, dan mag het niet. En hebben we dus in dit dossier nog de mogelijkheid nu, de Raad van State is dus al een paar keer gezegd, maar even heel kort heeft gezegd van, nou ja, wat nu nog kan, is dat de gemeente aan gaat tonen dat verplaatsing van de Aldi, of de weigering daartoe om mee te werken door de gemeente, een zinvolle bijdrage gaat leveren aan het kernwinkelgebied. En dat lijkt een hele lastige opgave te worden, omdat de Raad van State, niet zomaar een meningsvoorzitter, maar onze hoogste bestuursrechter, al heeft vastgesteld in haar uitspraak, er is al een paar keer naar verwezen, dat de Aldi op dit moment buiten het kernwinkelgebied zit. En dat is anders dan de referentievoorbeelden die de gemeente al heeft aangehaald in deze procedure, maar ook wederom nu weer aanhaalt in de onderliggende onderbouwing. En daarmee lijkt in deze onderbouwing, en daar ben ik eens met meneer Schuurman en de heer Rodemond, op voorhand redelijk kansloos. en de hele rode draad in dit dossier in strijd met het evenredigheidsbeginsel uit de dienstenrichtlijn. En dan voorzitter, wat wij heel belangrijk vinden om toch even te duiden, is dat dus de Aldi nu gevestigd is buiten het kernwinkelgebied. Dat heeft overigens de Aldi niet zelf gedaan, dat hebben wij gedaan. Want wij hebben de nieuwe bestemmingscirkels in de detailhandelstructuurvisie vastgesteld en daarmee de Aldi buiten het kernwinkelgebied geplaatst. En tenslotte, voorzitter, hebben wij, de gemeente, het nieuwe centrum in Demersvaart ontwikkeld. En als gevolg daarvan zijn heel veel winkels verhuisd van de Julianastraat naar de markt. Met heel veel leegstand tot gevolg. Dat hebben wij gedaan, dat heeft niet de Aldi gedaan. De Aldi heeft wel een voorstel gedaan aan de gemeente om het grootste bezwaar van deze verplaatsing, en ik hoorde de PvdA net weer zeggen, weg te nemen. Namelijk de mogelijkheid om te voorkomen dat er nog meer detailhandel op het Mercatorterrein zal worden gevestigd. En de Aldi heeft ook voorgesteld om haar pand architectonisch de moeite waard te doen laten zijn, om daarmee de poort naar Demersvaart op te fleuren. De Aldi heeft ook aangeboden om haar pand financieel comfortabel, ik moet nog uitzoeken wat dat precies is, maar aan de gemeente te willen verkopen voor herontwikkeling van de Julianastraat, wat volgens de VVD, maar ook volgens de DMC dringend noodzakelijk is. En voorzitter, daar is de gemeente niet op ingegaan en zet dus al haar pijlen op de goede uitkomst, de laatste strohalm bij de Raad van State. En dat kan, maar wat is nou de inschatting van de wethouder als de gemeente deze laatste strohalm gaat verliezen? Verliest zij dan ook de regie in dit dossier en daarmee dus ook de regie op de ontwikkeling van het Mercatorterrein? Juist dan. En voorzitter, dat is geen kwestie van schuld, maar het is wat ons betreft wel een hele duidelijke kwestie van verantwoordelijkheid. Dank u wel. Ik zie een woordmelding in de Rodemond. Nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik beluister de bijdrage van de heer Gelling en hij stelt dat door het gemeentelijk beleid er een aantal winkeliers zijn verhuisd binnen Demersvaart, excuses. En die hebben dan geleid tot leegstand. Als ik dan vervolgens kijk naar het verweerschrift van, tenminste de aanvulling van ons gemeente waar we het nu over hebben, staat op pagina 10 dat wij moeten nadenken over coherent en systematisch beleid. Ik vraag aan de heer Gelling een kwalificatie op dat punt dan, graag. De heer Gelling, u het woord. Daarna een vraag van de heer Rossen. Ik vraag niet helemaal, vraag meneer Rodeman mij wat de invulling is van coherent en systematisch beleid. Dat is een vraag aan meneer Rodemond. Oh, nee, excuses, ik was alweer mijn microfoon aan het uitzetten. Maar ja, dat klopt. De invulling van coherent en systematisch beleid ten opzichte van het beleid dat we tot nu toe hebben gevoerd, wat leidde tot, volgens de heer Gelling, leegstand in het centrum. Ja, voorzitter, met uw instemming. Wat ik bedoelde aan te geven is dat als je een nieuw centrum ontwikkelt in een kleine kern en daarbij gebruik maakt van de winkeliers die zitting hebben in het tot dan toe fungerende centrum, dat het dan niet zo verbazingwekkend is dat vervolgens het oude centrum, de Julianastraat waar we het hier over hebben, leegstand gaat kennen. Bijvoorbeeld het pand van de Jumbo is daar een mooi voorbeeld van. Nou, dat is een logisch gevolg van de acties die je onderneemt. Om dan vervolgens vast te houden aan een Aldi buiten het kernwinkelgebied, die moet zorg dragen dat de nog resterende winkels voorzien worden van klanten. Ja, dat is van mij betreft in ieder geval niet de definitie van coherent en, ik ben het even kwijt, systematisch goed beleid. Als dat uw vraag beantwoordt. Meneer Rossen, u had een vraag ook. Ja, het hangt een beetje tussen een vraag en een opmerking, voorzitter. Ik heb die mevrouw niet horen zeggen die insprak dat de Aldi weg moest en dan de markt zijn werking zou kunnen doen. Ze heeft wel gezegd dat de markt zijn werking wel zou kunnen doen. En ik herinner me in de openbare behandeling dat er wel een paar keer de hefboom is gebruikt waarmee de Aldi dreigde weg te gaan. Even voor de zorgvuldigheid. Dat is een vraag meestal gericht aan iemand. Heeft u die vraag aan iemand gericht of... Is er een wethouder? Ja. Ik heb meneer Gelling dat net horen zeggen. Ja, mag ik voor de zorgvuldigheid daar nog een antwoord op geven, terwijl het geen vraag was? Ja. Het is in mijn beleving iets anders gegaan. De Aldi heeft volgens mij aangegeven niet direct voor Demers zijn te vertrekken. Dat is één opmerking. En de andere is dat het gaat om de opmerking die wel degelijk gemaakt is door DFC, dat het nog beter was om de Aldi te laten vertrekken dan te verplaatsen naar het Mercatorgebied. En dan zou de markt haar werking wel doen. Nog even daarbij opgemerkt dat de vele onderzoeken die nu ter tafel liggen hebben aangegeven dat de Aldi een complementaire supermarkt is. En daar zijn er twee van. Heb ik het onderzoek goed gelezen? De Lidl en de Aldi. Dat is geen reclamevoorzitter, maar het is wat het is. En dat zou betekenen dat als er een derde of een vierde supermarkt bij komt, dat dat in ieder geval geen complementair is, maar een supermarkt van hetzelfde allooi als de thans zittende supermarkten in het centrumgebied. En dan zou de vraag aardig zijn aan de DFC of ze dat nog steeds een hele goede oplossing zouden vinden. Dank u wel. Ik zie verder geen handjes. Ik heb nog even een vraag in de richting van Op Koers. Die heeft zich niet gemeld voor de eerste ronde. Het kan zijn dat het te maken heeft met afwezigheid van een van uw fractieleden. Ik kijk even of u alsnog het woord wil. Ja, dat wil ik wel even. Als dat mag, voorzitter. Mevrouw Kerel, ja zeker. Ik nodig u uit. Ja. Nou, in de oriënterende ronde hebben wij ook heel goed geluisterd naar de insprekers. En er waren toch wat verschillende meningen. En die meningen komen hier ook via de andere sprekers tot uiting. Maar wij vinden dat de nadere onderbouwing, daar gaat het nu over. Dat is het raadsvoorstel. We zitten eenmaal met de raad en het college in het proces. En we moeten eigenlijk wel door. Vandaar dat wij ook akkoord zijn met dit voorstel. We kunnen wel wat vinden dat het beter onderbouwd moet worden, maar daar kan de wethouder voor zorgen, denk ik. Nou, dan zullen we die maar eens even het woord geven, wat u betreft. Dat akkoord? Wethouder Breukman, die zit er al klaar voor. En u het woord. Er zijn niet zozeer veel vragen gesteld, maar wel wat stellingen waar u misschien op kunt reageren. Dank u wel, voorzitter. Op het eind de lat toch nog hoog gelegd wat dat betreft. Ja, als je kijkt naar de algemene inbreng van de raad, dan is de hoofdlijn die ik daaruit haal dat we het moeten hebben. Hè? Niet zozeer over de verplaatsing, maar check, willen wij nu wel of geen detailhandel op het Mercatorterrein en daarna de onderbouwing die we daarover hebben te geven. Is het dan heel onlogisch dat we die nadere onderbouwing bij de Raad van State moeten geven? Nee, dat denk ik niet. Immers, op het moment dat we met elkaar hebben besloten dat we deze ontwikkeling niet wenselijk vinden, ja, speelde de Europese dienstenrichtlijn eigenlijk niet of nauwelijks nog binnen ons rechtssysteem. En je zou daarom ook kunnen zeggen, nou ja, de onderbouwing die we destijds maakten, die is met name gericht op het masterplan, de detailhandel-structuurvisie met name die we met elkaar hebben vastgesteld. Later is die dienstenrichtlijn heel erg gaan spelen. En middels deze onderbouwing die hierbij geleverd is, denken wij invulling te geven aan de opdracht die de Raad van State aan uw raad gegeven heeft. En als ik dan even zo door de opmerkingen heen loop, voorzitter, dan hoor ik bij een heel aantal partijen. Jammer dat er geen onderlinge oplossing is gevonden tot zover. Hopen dat er snel een uitspraak komt. Vinden dat we voldoen aan non-discriminatie en evenredigheid. Maar ook nadrukkelijk, hoor ik ook een aantal partijen zeggen, de oproep om met elkaar in gesprek te treden op het moment dat die helderheid er is. En ik heb volgens mij ook in de oriënterende ronde al aangegeven dat ik van harte bereid ben om op het moment dat er helderheid is weer verder met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe we met elkaar verder gaan. Daar werd ook nog de opmerking bij gemaakt, het zoeken van die oplossing. Hè? Had dat nou niet moeten gebeuren buiten de rechtszaal? En laat ik daar helder over zijn, voorzitter. Natuurlijk hoop je dat je met partijen in je samenleving altijd tot een oplossing komt zonder dat de rechter daar tussen zit. Aan de andere kant, u heeft met elkaar altijd een hele duidelijke lijn afgesproken en ook de kaders voor het college vastgesteld. En de keerzijde zou zijn dat wanneer je dus nooit in een rechtszaak zou willen belanden, dat je dan mee moet veren met de bewegingen die er zijn. En dat zou volgens mij ook een heel verkeerd signaal zijn. Dus natuurlijk hadden we graag de oplossing ook buiten een rechtszaak gevonden, maar soms is het niet anders dan dat een onafhankelijke in onze samenleving recht spreekt over een meningsverschil of een verschil van inzicht over een ontwikkeling die wel of niet wenselijk is. Volgens mij is er nog een vraag gesteld over, ja, is die onderbouwing nou wel voldoende? Ja, voorzitter, ik zou toch willen wijzen naar pagina 12 van het rapport, waar ook nadere onderbouwing staat. Waarin ook blijkt dat Dedemsvaart niet afwijkt van de referentiegebieden die genoemd zijn. En in de onderbouwing is gekeken naar die referentiegebieden, maar ook naar zaken als passantenstromen, koopstroomonderzoeken, et cetera. Dus wij hebben echt het gevoel dat we met deze onderbouwing voldoen aan de opdracht die de Raad van State in de tussenuitspraak heeft gegeven. Ja, en ik lees ook niet, en het college leest ook niet in die tussenuitspraak, dat daar al zou zijn vastgesteld dat deze zaak zich richt op de verplaatsing van de winkel van buitenkernwinkelgebied naar buitenkernwinkelgebied. Nee, de kern was nou juist sec toespitsen op Mercator, daar wel of geen detailhandel. En dat hebben we met elkaar goed te onderbouwen. En ik ben het helemaal met de sprekers eens die zeggen, joh, het zou fijn en goed zijn als er snel een uitspraak is. Dat hopen wij ook. En ik zou in herhaling treden als ik nu nogmaals vertel dat die handschoen, om het gesprek straks weer op te pakken, dat wij die handschoen van harte oppakken. En daarmee, voorzitter, heb ik volgens mij gereageerd op de stellingnames en de enkele vraag uit de eerste termijn. Ik zie inmiddels, dank u wel wethouder, 3 handjes van de heer Rodemond, de heer Gelling en de heer Bossen. En in die volgorde wil ik u ook het woord geven. Meneer Rodemond als eerste. Voorzitter, dank u wel. Ja, in de beantwoording, dat was ook in de O-ronde wel duidelijk, is het helder dat de wethouder in deze van mening is dat het hier gaat over het inzoomen op het Mercatorterrein en het al dan niet toestaan van detailhandel. Waarbij ik zelf elke keer op het standpunt sta en volgens mij voel mij in ieder geval gesterkt door het stuk van de Raad van State, dat het hier wel degelijk gaat over de verplaatsing van de Aldi als zodanig. En daarmee ook mijn vraag aan de wethouder. Is de wethouder niet van mening met alle handreikingen die de Aldi heeft gedaan inmiddels, op een passende wijze afstand doen van het pand ten behoeve van centrumontwikkeling, het kunnen realiseren van een mooie entree, naar eigen zeggen althans, voor Dedemsvaart. Het zorg dragen dat er niet meer detailhandel gaat naar het Mercatorterrein. Dat eigenlijk het plan en het verzoek van de Aldi een bijdrage juist levert aan de detailhandelstructuurvisie. En dat we het eigenlijk juist wel zouden moeten hebben over dit specifieke geval, het verzoek van de Aldi om zich te kunnen vestigen op een terrein, om daar een ontwikkeling te doen plaatsvinden, juist ter versterking van de detailhandelstructuurvisie. Dank u wel. De reactie van de wethouder op dit punt. Ja, voorzitter, dank u wel. We doen de vragen nu 1 op 1, dus begrijp ik prima. Ja, even doen. Kijk, ik ken het standpunt van de heer Rodemond, ken het standpunt van D66. In die zin zijn zij ook wel de partij die qua opstelling in dit dossier coherent en systematisch handelt, zou ik maar zeggen. Om even dicht bij de materie te blijven. Maar zonder gekheid vraag ik me af of er daadwerkelijk handreikingen zijn gedaan. Want ik hoor u dan zeggen, handreiking, hè? Niet meer detailhandel, achterblijvend pand op een andere manier ontwikkelen, de entree van Dedemsvaart. En ja, voorzitter, op het risico af dat het een herhaling van zetten wordt met 2 weken geleden. Ik denk ten eerste dat je een juridisch enorm probleem hebt. Als je wilt zeggen, joh, we maken voor één iemand de uitzondering en voor anderen niet. Nog even los van u weet dat je daar ook, dat ik vind dat je daar ook moreel iets van kunt vinden. En dat zou betekenen dat dan de entree van Dedemsvaart, of dat nou echt het punt is. Ook daar zet ik echt mijn vraagtekens bij, voorzitter. Dus in die zin is het antwoord eigenlijk heel kort samen te vatten in nee. De heer Gelling. Ja, goed, dank u wel. Nou, ik zou verder willen gaan op de vragen van meneer Rodemond, want de wethouder heeft op te beginnen, voorzitter, overigens ben ik ook de mening toegedaan dat het hier niet gaat om de vraag of detailhandel zou moeten worden toegestaan op het Mercatorterrein. Het gaat hier heel specifiek om de Aldi, die heeft gevraagd om gefaciliteerd te worden op het Mercatorterrein. En het gaat in de hele uitspraak van de Raad van State ook over de Aldi op het Mercatorterrein. Dan wel de motivatie die de gemeente zou kunnen geven om dat nog te voorkomen. En anders dan de wethouder, en ik heb het de vorige keer gezegd, ik zal het nog een keer doen, want we blijven stellingen herhalen, maar zolang we geen begrip hebben daarvoor, zal het noodzakelijk voorzitten. Want de wethouder wijst naar pagina 12 in de Raad van State, maar op pagina 13 zegt deze bestuursrechter toch echt, en ik citeer, anders dan in de referentie waarnaar de Raad verwijst, gaat het in Demersvaart om een Aldi-discount supermarkt die al buiten het centrumgebied ligt. Dus u kunt blijven herhalen dat het niet zo is. En meneer Jonkans gaf aan de vorige keer met u eens te zijn, die vond ook dat het in het centrum lag. Maar de detailhandelscultuurvisie laat anders zien en daarna refereert de Raad van State. Dus die stelling delen we niet. Maar ik hoor u een paar keer zeggen, ja, de handreiking was onvoldoende om aan te nemen en daarmee in gesprek te gaan. En zegt u ook, als de uitspraak er is, ben ik best genegen om daarmee nog eens met Aldi te gaan praten. Dan gaat u er wel van uit dat die uitspraak in uw voordeel uitvalt. Maar hoe schat u nou de situatie in en hoe schat u het gesprek in en de bereidwilligheid van Aldi om nog met u tot een overeenstemming te komen in die wat magere punten uwerzijds die aangeboden worden, als het nou onfortuinlijk afloopt in de uitspraak, dus als het niet goed gaat. Wat zijn de risico's die u dan ziet? Wethouder Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Ja, laten we beginnen bij de argumentatie die gegeven is. Volgens mij is de hoofdargumentatie gegeven vanuit die referentiegebieden en is het argument wat de heer Gelling noemt ook aangegeven als ondergeschikt element. Het is wel een element, we benoemen het ook, alleen het is niet de hoofdzaak waarom je tot afwijzing komt. En dan even het scenario denken, hè, wat uw raad graag wil, dat heeft ons college ook begrepen. Als je even stilstaat bij het scenario wat als de uitspraak niet in het voordeel van de gemeente is. Ja, ook dan zullen we met elkaar het gesprek aan moeten gaan. Maar het is niet zo dat de Raad van State dan zal besluiten dat de Aldi naar het Mercatorterrein kan. Nee, de Raad van State zal alleen oordelen of het besluit dat door uw raad genomen is om het verzoek van Aldi voor Mercatorterrein af te wijzen, of dat een juist besluit geweest is, ja of nee. Dus ook bij een verlies, laat maar noemen, van de zaak, is het niet zo dat het meteen geregeld is. En het is niet het college dat dan aan zet is. Het is altijd uw raad en de bevoegdheid van uw raad die bepaalt wat op welke bestemming is toegestaan. En natuurlijk moet je dan een gesprek hebben met elkaar. Maar dat gesprek hebben we wat mij betreft ongeacht de uitkomst van deze rechtszaak. Maar we hebben die rechtszaak wel nodig. Want ik heb ook gemerkt in de gesprekken in de afgelopen periode, ook met Aldi, dat zolang we geen helderheid hebben over deze kwestie, dat we wel met elkaar aan tafel kunnen gaan, dat daar koffie bij kan, alleen dat daar geen uitkomst uitkomt waar beide partijen happy mee zijn. En dat hangt ook gewoon omdat we geen helderheid hebben op deze casus. Dus helderheid op de casus, snel een uitspraak en sowieso een gesprek wat het college betreft. Dank u wel, de heer Rossen. Voorzitter, ik heb de wethouder een toezegging horen doen. Ik wil hem graag iets puntiger maken, dan staat hij ook goed bij mijn aantekeningen. De wethouder gaat in gesprek. Ik wil even weten of hij daarmee bedoelt in gesprek met de Aldi, de inwoners en ondernemers. Wethouder, dan u het woord. Voorzitter, volgens mij heb ik heel duidelijk toegezegd, 3 weken geleden, maar ook vanavond, dat ongeacht de uitkomst, wij openstaan voor een gesprek met Aldi en veel breder ook nog. Maar daar hebben we ook vorige week bij stilgestaan, ook met uw raad over de centrumontwikkelingen ook in Dedemsvaart. En daar horen uiteraard ook alle stakeholders bij. En tot slot in Rodemond. Met nog een vraag. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat gaat over de beantwoording van mijn eerdere vragen, waarbij de wethouder aangaf dat het argument om de entree van Dedemsvaart, lees de ontwikkeling van het Mercatorterrein, toch liggende aan de N-weg, waarbij de meeste mensen toch naar binnen gaan, dat dat niet echt een argument was. De vraag aan de wethouder is in deze hoe hij dat ziet in verhouding tot het punt van noodzakelijkheid. Ik herhaal nog eventjes wat er staat in het stuk van de gemeente zelf. Het streven naar behoud en versterking van winkel- en centrumgebieden en het behoud van de leefbaarheid. Wethouder Reukelman. Voorzitter, in alle oprechtheid begrijp ik de vraag van de heer Rodemond niet. Misschien kunt u een beetje puntiger maken, meneer Rodemond. Nou ja, ik kan hem wel puntiger maken door minder tekst, maar ik probeer hem eventjes te verduidelijken met uw welbevinden. Ik begreep uit de beantwoording van de wethouder dat hij het argument van de Aldi om de entree van Dedemsvaart aantrekkelijker te maken door onder architectuur zaken te ontwikkelen en door elementen toe te voegen aan het Mercatorterrein die van toegevoegde waarde zijn voor Dedemsvaart. Tenminste, zover ik begrijp wat de plannen zijn. Ik probeerde dat zojuist naar voren te brengen. In de beantwoording kreeg ik daar een negatief beeld van de wethouder van. Dat dat niet een argument was om dan de verhuizing van Aldi toe te staan. Dat staat in mijn ogen niet in verhouding tot het streven naar behoud en versterking van het winkelgebied in Dedemsvaart en het behoud van de leefbaarheid in de kern Dedemsvaart. En ik wil graag de mening van de wethouder daarover horen. Voorzitter, misschien heb ik de heer Rodemond verkeerd begrepen. Ik kreeg de indruk dat in zijn bijdrage gesuggereerd werd dat de verplaatsing van Aldi naar Mercator, dat een wezenlijke bijdrage zou zijn in een fraaie entree van Dedemsvaart. Nou, dat kun je vinden, hè. Alleen ik vraag me in alle oprechtheid af of een supermarkt met een parkeerplaats, een object van 7000 vierkante meter, of dat nou een kwalitatieve bijdrage is in de entree van je dorp. Maar goed, daar kun je verschillend over denken misschien. Ik kijk even rond, want u heeft vrij uitvoerig hierover dit onderwerp gesproken in de O-ronde. Bijdragen in eerste termijn waren ook vrij uitvoerig, een flinke vragenronde. En ik krijg een beetje de indruk dat we alle argumenten gewisseld hebben en dat we wellicht over kunnen gaan tot stemmen. Ik zie u ook allemaal knikken, geloof ik. Is er iemand die dat niet vindt? Nee, dan gaan we die stap maken. We kijken allereerst of er sprake is van een wens tot het afleggen van een stemverklaring. En bij de meeste van u zat hij eigenlijk al een beetje in betoog vervat. Hè? Dus is dat zo? Dan ga ik het onderwerp in stemming brengen. En dat bestaat uit het volgende. Dat is allereerst kennis nemen van de tussenuitspraak van de Raad van State. En vervolgens in te stemmen met het rapport nader motivering weigeringsbesluit Aldi Dedemsvaart Mercatorterrein. Ik wil dat maar even fractiewijs doen. In dezelfde volgorde als net de sprekerslijstje was. En ik begin dus met de heer Rodemond. Wat voor of tegen? Wij stemmen tegen het voorstel. Dat is D66. GroenLinks, de heer Boshoven. Voorzitter, wij stemmen ook tegen. Dan de ChristenUnie. Voor. Voor. Het CDA. Voor. De PvdA. Voor. 50 plus. Tegen. De VVD. Tegen. En tenslotte op koers. Voor. Dan concludeer ik dat het voorstel aanvaard is. En de griffier is aan het cijferen om nog even de cijferverhouding weer te geven. Gelet de afwezigen. 21 om 8. We hopen in ieder geval allemaal op een spoedige uitspraak van de Raad van State om hier de nodige helderheid in te krijgen. Dan de vaststelling bestemmingsplan Hardenberg-Marslanden 1, de van Sietsemahof. Dat is een hamerstuk geworden. Ik kijk even of daar stemverklaringen zijn. Ik zie ze niet in de woordmeldingen. Dan kijk ik even of dat alle instemming kan hebben. En als dat niet zo is, dan zie ik het graag in de woordmelding. En ik zie unanimiteit op mijn scherm. Vervolgens bij de hamerstukken, de vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beuklaan de Krim. Ik vraag of daar stemverklaringen nodig zijn, wenselijk zijn. Ik zie die niet. Dan breng ik die in stemming. Iemand die er tegen is, dan hoor ik dat graag. En ik zie daar geen ontkenningen, dus met algemene stemmen is ook dit aanvaard. Vervolgens de lijst der ingekomen stukken. Vraagt dat een nadere bespreking of kunnen we die zo vaststellen? Ik zie een unanieme knik. Dan de rondvraag, en dat is een beetje lastig met zo'n postzegelscherm. Iemand die zich meldt voor de rondvraag? Nee, dat is niet het geval. Dan sluit ik deze vergadering onder dankzegging aan u allen. En dan beginnen wij met de O-ronde om 20:30. En de vraag is uiteraard weer of u ingelogd wilt blijven. Dat scheelt een berg gedoe. Ik dank u zeer.